mensen van Beter. Nou, welkom bij training nummer 4 alweer. Het gaat erg goed. We gaan nog even een tijdje zo door. We weten niet hoe lang de situatie zo zal blijven. Maar wij blijven gewoon lekker actief de komende tijd. En we komen deze periode absoluut door. Want het gaat nu al heel goed. Ik krijg veel positieve feedback. Dus we gaan gewoon lekker hiermee door. Succes! Eerst met het activeren van het lichaam en ook mobiliseren. De interns komen vandaag weer terug. Ik doe ze weer even voor, zoals de vorige keer. Je begint rechtop, dan mag je even helemaal uitstrekken, de spieren helemaal uitstrekken. Dan ga je naar de grond, met rechte heupen, mijn leven is niet. Stap je naar voren, kijk hoe ver je kan komen. De ene voet tot hier, de andere voet tot hier. Dan maak je er wel uit, rug recht. En dan met gestrekte benen ga je naar voren. Totdat de hamstring zegt tot hier en niet verder. En dan stap je weer naar voren. Hou je even vast. Stabiliteitsmomentje. Kom je weer naar voren. Heupen moet ik zeggen. En naar voren. En dan stap je erbij. Dit doe je 8 keer in totaal. Dus 8 stappen. 8 keer bij elkaar. En dan gaan we de volgende knik. De volgende is voor de beeldspieren. Gaan we beeldspieren activeren. Het zijn deze oefeningen. Hondjepies noemen ze ook wel. Eerste variant. Mooi rechtop, niet inzakken, geen bollerig, mooi recht. Eerste, je beweegt zijwaarts. Benen, zijkant, zijwaarts. Je wordt je heupen stil klaar. Daarna maak je een rondje voorwaarts. Strek hem uit, voorwaarts. Strek hem uit, voorwaarts. Zet hem uit, voorwaarts. Zet hem uit, voorwaarts. Vervolgens gaat hij achterwaarts. Vervolgens gaat hij recht naar achteren. Hiervoor, recht naar achteren. Recht naar achteren, hou je even vast. Recht naar achteren. En tot slot gaat hij schuin naar achteren. Stil mogelijk te houden. Elke variant doe je 10 keer. En als je ze allemaal 10 keer hebt gehad, dan pas ga je naar een andere been. En deze combinatie kan je dus 2 keer herhalen. Dus 2 keer het hele setje links, 2 keer het hele setje rechts. Oké, voor de benen en beeldspieren doen we de sumo squat. Vorige keer deden we de rechter squat. De sumo squat is iets anders. Je houdt je benen hierbij ietsje breder. De voeten die wijzen een beetje naar buiten. Je hebt hier dus meer ruimte om in te zakken. Handen mag je voor je houden. Dat is gewoon het makkelijkste. Zak je naar beneden. Tot ongeveer hangt af van je op hoe flexibel je bent. Op je ellebogen. Je bovenbenen, strek je op. Vanaf de zijkant, zie je, ga je van hier naar achteren, stabiel. Span de beeldspieren aan bovenin, rug recht, kijk een beetje kantelen en terug. Hoog en terug. Hoog en terug. Vind je het makkelijk? Pak je een gewichtje erbij of een fles of wat je kan vinden wat zwaar is. Stap in en door. Stap in. Dit doe je 30 à 40 seconden. Ondanks dat we niet kunnen reizen de komende tijd, gaan we toch nu naar Rusland, want we doen de Russian Twist. Je pakt een gewichtje of een fles, of als je het heel zwaar vindt, mag je hier ook van zonder gewicht. Mooi rechtop. Het is niet ingezakt, niet te hoog. Mooi recht. Rechts, terug. Links, explosief terug. Dus je kijkt ook mee met het gewicht, want dan roteer je het lichaam beter. In plaats van dat je alleen maar de armen gebruikt. Je wil juist mee roteren. Vind je dit makkelijk? Hou je benen van de grond. Terug. 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 En dit doe je ook 30 à 40 seconden. Voor deze spier, de trapezius, hier, pak ik een trapezius pulse. Dat is een oefening die je met een handdoek kan doen of een groot elastiek. Als je die hebt, wat je gaat doen. Ik ga terug. Bij Superman, hij rijdt zo. Benen omhoog, arm omhoog. Je strekt je armen uit. Je brengt hem naar je toe hier.
die schouderbladen, die komen hier naar elkaar toe. En hier zet je mij. Hier. En als je een energie hebt, geef je wat meer weerstand, dan je het effectiever is. En je zou het zich ook hier voelen als het goed is. En ook een klein beetje rust hier, omdat je natuurlijk je benen opdeelt. Vind je het heel zwaar, mag je benen op de rug houden, ligt je alleen maar je bovenlichaam omhoog. Ook deze kun je 30 à 40 seconden. Oké, de volgende oefening is de hip thrusters. Deze regio pak je hiermee. Je ligt mooi rechtop. Hef je heup omhoog. En terug. Hier kan je ook mooi een stoel voor gebruiken, of de bank, of de tweede traptree. Hoog. En terug. Hoog, hou nu even vast. En terug. Wil je een klein beetje de hamstring hierbij pakken? Eén omhoog. Duw jezelf omhoog. En terug. Belangrijk dat je even een rustmomentje hebt in de rug. En terug. Halverwege de 30 seconden, moet je wel even tijd op 40 seconden, wissel je dan van been en terug. Strek je goed op, vast en terug. Dus ook deze doe je 30 à 40 seconden. De volgende oefening zijn de flutter kicks. Buikspieren zijn hiervoor belangrijk. Je wil geen last krijgen van je rug bij deze, dus het is heel belangrijk dat je je rug in de grond duwt. Dus je hebt geen holling hier, dus je kan je holling niet onderbrengen. Het is onnodig om je nek te belasten, dus je kan slecht je hoofd op de grond neerleggen, benen gestrekt en je gaat flipperen. Rust in controle, voel je die buikspieren, voel je het aanspannen en hou die controle. Ook deze doe je 30 à 40 seconden. En belangrijk, let op je rug, dat je geen hernie hebt. Goed. Vind je het heel lastig? Afsluiten van het eerste rondje, want je gaat dit rondje drie keer doen, zijn de switch jumps. Dit is wat conditioneler. Je hebt twee varianten van. De zwaarste, dat is deze. Van de zijkant naar voor. Je wisselt. Hup, 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 hup. Heb je wat? En vind je het wat zwaar? Dan mag je het korter uitvoeren. Kort. Korte contact uit de plafond. Je mag ook variëren in de snelheid. Of inderdaad nog net iets in de grootte. En dus de laatste oefening van dit rondje. Deze haal je nog 2 à 3 keer. Dus 3 rondjes of 4 rondjes als je echt goed voelt. Succes en tot de volgende keer. Nou, blijf goede feedback geven. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Succes!